Dit gebouw van het Milieu-Educatiecentrum in de Gennerper Parken wordt gesloopt. Dat is het voornemen van het Eindhovense stadsbestuur. De gemeente wil hier vooral een mooie entree maken naar de Gennerper Parken. Zo moet er meer groen komen en ruimte voor een picknick. Ook gaan veel parkeerplaatsen weg. De watermolen die er nu staat blijft wel behouden. Eerder sloot het Milieu-Educatiecentrum al de deuren. Nu gaat het bijbehorende pand tegen de vlakte. Het centrum was jarenlang de plek waar kinderen op een speelse manier meer leren over natuur en milieu.